Het blijft hetzelfde spelletje. Ook al zijn er twee mensen, ook al zijn er 1500 mensen. Het blijft een spelletje, het blijft een honkbalspelletje. Dus, Ik vind het heel jammer dat het zo is. Ja, competitiewedstrijden, daar komen gewoon geen mensen op af. Dezelfde spelers staan volgende week bij het WPT. Wat vind je van het World Poor Tournament? Ja, ik had gezien dat de kwaliteit is hoog. Dus er zijn heel goede spelers. Dus ja, ik weet niet. Ik ben gewoon benieuwd. Je hebt de 10 man in oranje zitten. Is dat logisch dat bondscoach Steve Jansen juist voor die 10 man heeft gekozen? Ja, vind ik wel. En op het laatste moment kwam er nog één bij, Christian Diaz. Ja, daar kon hij niet meer omheen. Hij staat zo goed te spelen. Hij moest hem wel bijna selecteren. Ik mis er één. Rien Vernooy staat in de top 5 van beste slagmensen van Nederland. Doet het gewoon goed. Ja. Zit er niet bij. Nee, daar kon hij ook bijna niet omheen. En hij, ja, hem heeft hij niet geselecteerd. Ja, hij had er ook bij gekund. Heel makkelijk. Jij staat als een beest te slaan dit seizoen. En toch mag jij niet meedoen. Wat vind je daarvan? Ja, wat ik daarvan vind. Ik vind het kut. Ik had graag mee willen doen. Ik had wel ambitie om een toernooi te spelen, ja. Had je er een beetje op gerekend, omdat je zo goed slaat dit seizoen? Stiekem wel, ja. Ja, eerlijk gezegd wel, ja. En dan wordt die groep bekendgemaakt en dan staat jouw naam er niet bij. Wat ben jij dan voor een type? Die overgaat tot de orde van de dag of even met zijn vuisten in zijn kussen slaat? Nou, het laatste wel. Het doet me toch wel wat, ja. Ik had graag willen spelen, ja. Echt waar. Is het WPT iets waar jij naar uitkijkt? Ja, natuurlijk. In je eigen stad, Rotterdam. Altijd leuk om in je eigen stadion te spelen. En het is altijd leuk om voor Nederland te spelen. Dus ik kijk ernaar uit. Cuba komt, Curaçao komt, Japan, Taiwan. Het zijn allemaal teams die ook in de voorbereiding zitten voor het toernooi eind van het jaar. En er wordt gewoon heel goed honkbal gespeeld op een goed niveau.